Bij mij in bed. Yes. Heb je het gevoel dat je twee levens hebt? Het leven voor de vlog en het leven na de vlog. Ja, dat is wel echt een enorm groot contrast. Mijn moeder die was gescheiden met mijn vader. Daarna was mijn moeder met een andere man en daar was ze ook mee gescheiden. Blijf maar aan de gang en daardoor verhuizen we elke keer. En elke keer weer dat nieuwe jongetje in de klas. En dan werd ik voorgesteld en dan was het Enzo Knol en dan begon iedereen te lachen. Dat was wel een van de redenen waardoor ik liever niet meer naar school wilde. Ik nam het wel op een gegeven moment met mijn moeder kwalijk. Toen ik ouder werd, kon ik het wel vergeven. En daarom denk ik dat het contact met mijn moeder nu ook zo goed is. Het lukt ook tussen u en haar vriend? Ja, eigenlijk ook voor een van de eerste keren. Waarom het niet werkte tussen mij en stiefvaders is omdat die stiefvader probeert een vader van jou te zijn. Maar dat moet een stiefvader absoluut niet doen. Tenzij het kind daar zelf om vraagt. Toen ik 10 jaar was, toen verhuisde ik naar Den Haag. Ja, daar ging het wel echt enorm achteruit. Ik moest altijd buiten spelen en altijd met vriendjes. Maar ja, dat had ik toen niet. Heeft dat tot verre consequenties geleid? Dat je echt gewoon geen zin meer had in het leven? Ja, zeker. Wie heeft je daar vanaf geholpen van die gedachten? Toen ik nog in Assen woonde, toen had ik een beste vriend. Hij zelf had ook heel veel problemen. En uiteindelijk zijn we allebei van die problemen afgekomen. Alleen die van hem op een hele droevige manier. Die jongen die is uiteindelijk voor de trein gesprongen. Als je zoiets krijgt te horen, dan stort je wereld wel even in. Als ik eraan denk, dan word ik heel erg emotioneel. Dat is toch ook logisch en zo. Op een of andere manier was het ook wel een soort van wake-up call. Ik denk dat ik het juist wel mooi vind dat ik het besef nog heb hoe fragiel een leven eigenlijk wel niet kan zijn. En hoe erg je het moet waarderen dat je het goed hebt. Wat ik echt heel erg jammer vind, is dat ik heel graag mijn succes had willen delen met hem. Ja. Ja, omdat het echt anders is geweest in het verleden. Jij hebt nooit die suïcidale gedachten uitgevoerd? Nee, nooit uitgevoerd. Ik was daar wel te bang voor, ja. Ik zat toen heel erg ook in de periode van blowen. En als ik dan een jointje opstak, dan was het leven weer hartstikke leuk. Een soort van vlucht ook. En daarom was ik ook verslaafd. Tijdens uw moeilijke periode werd je opgevangen door oma en opa ook. Ik denk dat mijn opa en oma het echt perfect hebben gedaan. En het verbaast mij nog steeds dat ze zoveel geduld hadden. Daar kan je alleen maar respect voor hebben. Zijn ze trots op je YouTube-carrière? Ja, echt bijzonder trots. Volgen ze alles van jou? Ja, die kijken elke dag de vlogs. En dit? Ja, want mijn opa vroeg waar kan ik dat terugkijken. Dus je weet, oma en opa zijn nu aan het kijken. Ja, dat weet ik zeker. Wat wil je dan zeggen? Ja, dan word ik weer emotioneel. Wat ik wil zeggen tegen mijn opa en oma is dat ik heb echt nog nooit zulke lieve mensen ontmoet en gekend als mijn opa en oma. En opa en oma, ik heb het al zo vaak gezegd. En jullie weten ook dat zonder jullie was ik er gewoon echt niet meer. En daarom wil ik jullie bedanken voor alles wat jullie ooit hebben gedaan. Maar niet alleen voor mij, ook voor Milan en voor mama. Ja, meer komt er niet uit. Nee. Elke dag neem je vlogs op voor kinderen. Wilt je later ook zelf kinderen? Als ik heel eerlijk ben, ik ben echt bang dat ik daar misschien een beetje te egoïstisch voor ben. Maar wat over 5 jaar? Misschien lopen er dan een paar knolletjes. Een paar knolletjes. Je bent nu single. Ben je op zoek? Nee, ik ben niet op zoek. Heb je al iemand? Nee. Heb je niemand? Nee, ik heb niemand, nee. Zweert je het? Ja. Op al je volgers? Ja, dat is echt zo. Ah, oké. Okay. Ja, dan geloof ik je. Heel erg bedankt ook voor het interview. Ja.